Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe video in de serie Home Cooking, waarbij ik lekker bij mij thuis ga koken. Vandaag maak ik een shakshuka, dat is een eiergerecht met tomatensaus en er gaan heel veel lekkere kruiden en specerijen in. En het voordeel daarvan is dat die heel snel klaar is, dus binnen een half uur heb ik zo meteen mijn gerecht op tafel. Ik loop even met jullie door de ingrediënten die ik allemaal ga gebruiken. Wat gaat er allemaal in? Ik ga zo een uitje snijden. Paprika, er gaat wat knoflook doorheen, verschillende soorten kruiden. Ik heb nu koriander en platte peterselie, eitjes natuurlijk, wat gemalen komijnzaad, paprikapoeder, chilipepertjes voor de pit. En aan het einde gaat er nog wat zachte verse geitenkaas op en er komt een pita bij waarmee je het eet. En natuurlijk de tomatensaus, echt heel veel tomatensaus gaat erin. Ik ga lekker beginnen, als eerste dus met snijden van het uitje. Het uitje. Probeer hem lekker fijn te snijden. En ik heb zo nog wel een trucje om te voorkomen dat je in je vinger gaat snijden. Je begint gewoon met snijden en naarmate dit stukje wat overblijft steeds kleiner wordt, dan komt er steeds minder ruimte om echt lekker te snijden. Dus wat ik doe als ik hem zo heb staan, en het lukt eigenlijk niet meer makkelijk om stabiel verder te snijden, kiep ik hem gewoon om en ga ik zo verder. Nou, als je deze dan mooi fijn hebt gesneden, mag die bakje. Dan de knoflook. Een truc om de schil er makkelijk af te krijgen, is dat je mes er plat oplegt en je slaat dan. Dan zie je dat hij zo barst en dat je hem er makkelijk af kan trekken. Want soms zit hij er echt heel strak om en dan krijg je hem er niet zo goed af. Deze ga ik nu niet snijden, die gaat straks met de knoflookpers. Dan de kruiden. Zoals ik zei, ik heb koriander en platte peterselie. Dat vind ik zelf de lekkerste combinatie. Dat is echt de klassieke combinatie. Soms is het makkelijker om krulpeterselie te vinden. Dat is ook prima. Die heeft gewoon een iets hardere structuur omdat die blaadjes wat dikker zijn. En dit kan je gewoon een beetje zo opfrommelen. En dan is het eigenlijk het makkelijkst fijn te snijden. En als je hem zonder deze kruiden wil maken, dat kan natuurlijk ook. Want ik ga straks heel veel specerijen door de saus doen. Dus dat geeft ook al heel veel smaak. Maar het leuke aan deze kruiden is dat het en heel veel smaak geeft. En straks ook een hele mooie kleur aan je shakshuka. En dan de paprika. Ik heb nu een puntpaprika. Maar als jij liever gewone paprika gebruikt. Of een gele, dat kan ook. Of een groene zelfs. Dat maakt allemaal niet uit. Eén paprika gaat erin. Je paprika snij je in kleine blokjes. Nu heb ik alles gesneden voor de shakshuka. Ik zet mijn pan op middelhoog vuur en dan kan ik beginnen met het fruiten van het uitje. Ik gebruik wat olie, ongeveer 2 eetlepels. Ik bak de uitjes nu een minuut of 5 op een lekker lage temperatuur. En dan maak ik ze glazig. En glazig betekent dat, normaal gesproken zijn ze natuurlijk wit, dat de ui iets meer gaat doorschijnen. En dat gebeurt dus als je hem heel langzaam gaart. Mijn uitjes zijn nu mooi gefruit. Ik laat het eventjes zien. Zo ziet dat er ongeveer uit. Dat ze iets doorschijnender worden dan dat ze waren toen ze rauw waren. En nu doe ik mijn knoflook erbij en de paprika. En dan bak ik ze nog even rustig verder. Nu kunnen mijn specerijen erbij. Ik ga ze nog even langs. Ik heb dus komijn. Hier heb ik 1 theelepel van gebruikt. Paprikapoeder, 2 theelepels. En als laatste chilivlokken, 1/2 theelepel. Als je nou houdt van pittig, doe er lekker meer in. Je kan ook nog een vers pepertje erbij doen als je het lekker vindt. En bak dit weer even mee. En dan heb ik hier mijn tomatensaus. Het zijn heel simpel gewoon tomatenblokjes uit blik. En er zit geen suiker bij, geen zout, helemaal niks. Dus puur de tomaat. Super gezond. En hier gaat heel veel van in, namelijk 2 blikken. Dus dat is 800 gram tomatenblokjes. Ik
roer hem even goed tot een mooie saus. En ik doe er trouwens nu ook nog wat zwarte peper doorheen, dat was ik net vergeten. En geef die saus nou eventjes de tijd om warm te worden. Dus als hij echt gaat pruttelen, dan weet je, nou, hij gaat nu wel koken. En dan ga ik mijn eitjes erbij doen. En dan zijn we er al bijna. Ik zie dat mijn saus al begint te pruttelen. Wat ik zo meteen ga doen, is met een lepel een klein beetje proberen gaatjes te maken. Dus kuiltjes zijn het eigenlijk. En dat is voor mijn ei, zodat dat een beetje in een kuiltje blijft hangen. En dan maak ik een klein kuiltje. En dan breek ik het ei dus in dat gaatje. Heel voorzichtig. En dan ga ik door met de volgende. Ik kan ook gewoon een beetje saus aan de kant scheppen. Nummer 2. En nummer 3. Nu zorg je ervoor dat hij op een lage temperatuur komt te staan. Zodat niet zo snel die onderkant dan gaat verbranden. Maar hij moet gewoon lekker doorwarmen. En daarom is het ook heel handig om die deksel erop te doen. Dan blijft die warmte lekker binnen. Als je geen deksel hebt, niet erg. Doe er gewoon even een aluminiumfolietje overheen. Je kan deze verwarmen een minuut of 8 à 15. Er zit best wel een range in, want dat hangt echt een beetje vanaf hoe groot je pan is. En je wil dat ze net zo lekker gestold zijn. Mijn shakshuka heeft nu bijna een kwartiertje opgestaan. Ik ga even kijken hoe hij er nu uitziet en of we kunnen gaan eten. Ja, is heel mooi. Kijk, je ziet dat de eitjes mooi gestold zijn en dat de tomatensaus en de eitjes lekker door elkaar ingemengd zijn. Het enige wat ik nu nog hoef te doen, is wat verse geitenkaas op te doen. Ik kan er gewoon zo over verdelen. En dan nog maar vers gesneden kruiden. En als je het lekker vindt, kun je er ook nog wat vers gemalen peper op doen. Het zit natuurlijk ook al door de saus zelf. Maar ik hou er zelf gewoon heel erg van. Zo, dit is ons gerecht. Ik zei aan het begin dat ik pita's had. Die kun je erbij doen. Volkoren pita's, die kun je tegenwoordig maar overal krijgen. Maar ik heb ook Libanees platbrood gevonden. En dat is er ook heel lekker bij. Mocht je dat nou allemaal niet kunnen vinden, dan kan er ook gewoon een boterham bij. Ik heb deze niet in de oven verwarmd, zoals heel vaak op de verpakking staat aangegeven. Maar er is een veel snellere manier. Je kan hem of in de pan eventjes warm maken, of je kan hem zelfs in de broodrooster doen. Dan is het nu tijd om te gaan proeven. Ik heb er echt veel zin in. Ik doe het even op de traditionele manier. Dat is echt dat je deze pan gewoon op tafel zet en dat je met z'n allen ook uit die pan gaat eten. En dan dip je je brood in de saus. Ik pak wel een beetje van alles. Dus en de saus en het ei. Ruikt wel heel lekker in ieder geval. Ja. Het heeft echt alles dit. En gewoon dit zo fijn door de week gerecht. Wat je dus binnen een half uur op tafel hebt. Vond je dit nou een leuke video en wil je graag meer heerlijke recepten zien? Abonneer je dan op ons kanaal.